Michael, sinds de eind 60 jaar de muziek komt uit New York, is het tegenwoordig voor een groot deel gebaseerd in het Nederlands bezig in Gent. En hij maakt hele minimale muziek. Hij heeft ook al vanaf de 60, 70 jaar in zijn loft in New York allerlei concerten georganiseerd waar veel van de eerste minimalisten en elektronische geluidskunstenaars experimenteren. Voor de rest heeft hij zelf enorm veel muziek gemaakt die elektronisch klinkt, maar het niet is. Hij werkt heel veel met microtonaliteit. En hij werkt heel veel met opgenomen, maar echte instrumentgeluiden. En die daar buigt hij de tonen mee en creëert een soort microtonaliteit. Dus ze spelen twee stukken. Eén stuk voor gitaar, dat is samen met de Jerk, en één stuk voor Birdy Birdy. En dat is verder een soort draaiingen. En dat speelt veel alleen. Met opnames, draaiing van Jim O'Rourke. We beginnen zo met Jan Jelinek. Na Jan Jelinek spelen Thomas Koehner en Jurgen Reven. Thomas Koehner maakt geluid. Jurgen Reven maakt film. Er staat hier een projector. En weer terug. En die film is niet helemaal ontwikkeld. Er staan nu een heleboel kleine potjes met geen kader. Die gooit ik op de film, waardoor het heel langzaam maar zeker duidelijker wordt. En op het hoogtepunt van het proces gebruikt hij een andere type chemicaliën, kleurstof, waardoor de film heel langzaam disintegreert, kleuren veranderen, de vormen worden brokkelig, tot het eindigt. De performance heeft al genoeg. En over het geluid kan ik zeggen dat er één microfoon staat bij het projector, waarbij de ratelen van het projector wordt opgenomen. En er zit één microfoon bij de handen die de chemicaliën op de film doet, op het celluloid. Dus je hoort ook echt het sissen. Met een aantal vooropgenomen geluiden worden die geluiden samen tot een atmosfeer, bijbehorende atmosfeer gemengd. En nu eerst aandacht voor Jan Jelinek, die kort een nieuwe cd uitbrengt op het Bolens Cave, waar eigenlijk Stefan Bethke die lijkt. Dat Stefan Bethke is Paul. Paul die kwam een aantal jaren geleden met het vermengen van een soort hele experimentele techno-muziek met druk-achtige, reggae-achtige geluidseffecten. Het is helemaal instrumentaal. Jan Jelinek's muziek is daar enigszins aan verband. Hij speelt speciaal vanavond een zijn bewoordingen wat meer ambient set. Hij draait ook wel voor dansvloer, maar dat is hier geen dansvloer, dus hij heeft speciaal voor vanavond een set samengesteld. Thank you.
Thank you.